hier altijd blijven komen. Hier ligt mijn hart en heel mijn ziel in de hemel. Nou, goedenavond mensen. Als eerste, wat ik wel wil zeggen hier, het schiet hier wel om. We gaan deur in Dommelbazendeur. Welkom bij de klets. Ja, ik neem het even rustig in me op. Ik heb al wel een intakegesprek gehad met de voorzitter van Dommelbazendeurp. Maar ja, dan hoop je natuurlijk dat als je Tom van Erp hebt gesproken, die het ergste hebt gehad. Ja, maar goed mensen, we gaan er tegenaan vanavond. Lekker positief optimisme mensen, optimisme. Tom heeft mij gevraagd om Dommelbazendeurp een optimisme-impuls te komen geven. He? We hebben een oppepper nodig. Innoveren. Vernieuwen. En anders blijft er niet zoveel over. Dan is dan maar zo, dat was zo. He? En dan blijft er van de knolderapen ook maar een bietje over. En daarom heb ik verschillende aanbevelingen om Dommelbazendeurp weer een impuls te geven. He? Top of the mind te maken. Optimisme, mensen. Optimisme. Dat hebben we nodig in deze barre tijden. Want de economische crisis heeft ook vrucht bereikt. Maar dankzij mijn cursus ben ik dit soort dingen met hele andere ogen gaan zien. En ik heb gemerkt, je kunt er altijd iets positiefs van maken. Laatst heb ik nog iemand geholpen die kon tijdens de crisis geen baan krijgen. Had ik hem een pep talk gegeven. En hij was helemaal opgepompt met positieve energie. En zo ging hij weer solliciteren. Nou, hij werd meteen uitgenodigd voor een gesprek. Gaat daar op gesprek. Prima gesprek ook, hè. Alleen zegt die werkgever, nou, ik zou je graag willen aannemen, maar ik kan je niet betalen. Ja, zegt hij, wat maak je me nu? Dan kom ik hier toch helemaal voor niks? Meteen aangenomen. Maar goed mensen, om er dit carnavalsjaar een groot feest van te maken, ben ik gevraagd om met wat aanbevelingen te komen. En daarom heb ik me eerst een beetje verdiept in Vught. En ik ben begonnen met een thuisstudie. Ik heb het Brabants Dagblad er eens bij gepakt. Nou, dan schrikte wel hè. Dan schrikte wel ja. Ja, ik had nog nooit eerder gewerkt in oorlogsgebied. Maar goed, ik las glasvezeloorlog woedt in Vught. Vught oogt als oorlogsgebied na storm. Vught in oorlogstijd. Daar hebben jullie vast heel wat mee te kampen gehad. Maar goed, als je dan in Vught zelf aankomt, dan blijkt het best een hele leuke gemeenschap te zijn. He? En aan de stoep, aan de straten, merk je meteen dat open karakter op. Een open karakter. Dat is een beetje de rode draad. Of eigenlijk de oranje glasvezelkabel door Vught. En zo kwam ik via alle omwegen in het centrum terecht. En dan moet ik oppassen. Hè? Dan moet ik oppassen. Ik heb begrepen dat het centrum nogal een gevoelig punt is hier in Vught. En je loopt daar ook nog wel eens het risico om op glasijs terecht te komen. En als je dan door dat centrum loopt, kom je natuurlijk bij de Peterskerk. En daar stond ik dan hè, te kijken. Naar die kerk, helemaal in de stijgers. Komt opeens de pastoor naast me staan. En ik zeg, goh, wat voel je toch altijd klein, hè, als je langs zo'n grote kerk staat, hè? En dan zegt hij, dat maakt toch niet uit, mijn zoon. Wil je misschien een snoepje? Maar het gebied waar Vught echt een doorbraak forceert, dat is natuurlijk het oplossen van de parkeerproblematiek. Elke week komen er meer vrije parkeerplekken bij. En dat gaat natuurlijk als een lopend vuurtje door het dorp. Ja mensen, het gaat goed met Vught. En daar mogen jullie allemaal trots op zijn. Optimisme. En dat wil ik ook terugzien in Dommelbazendeurp. En daarvoor heb ik het bestuur 4 aanbevelingen gedaan. En die inspiratie daarvoor heb ik gezocht bij andere succesvolle evenementen. De 4e. De intocht vindt niet langer plaats per trein. Zeker niet na alle problematiek op het spoor hè, deze weken. En ik zie dan ook zo'n beeld vormen van zo'n stoppende sprinter. En dan komt als eerste prins Alfredo naar buiten. En dan gevolgd door meneer de adjudant.
met in zijn hand de koninklijke plaszak. En toen drong het tot me door, Dommelbaarsdorp hoeft niet te veranderen. Gewoon samen, de armen uit de mouwen, de schouders eronder, positief denken en samen één groot feest van maken. Dommelbaarsdorp, blijf vooral jezelf en koester die tradities. En tenzij je in de Polonaise loopt, neem het advies uit mijn boek ter harte. Zoek je eigen weg in het leven en kijk daarbij goed rond. Want als je achter de kudde aanloopt, loop je altijd in de stront. Dankjewel mensen. Oh.